Welkom bij de Creëdoe Online. Helaas zijn we er niet in levende lijven. Zo jammer, want we hebben altijd een prachtige stand. En ik vind dat zo leuk om jullie van alles te laten zien. Maar weet je, we gaan het gewoon zo doen. Lekker thuis. Jullie kunnen het op je gemak terugkijken. En als jullie vragen hebben, stuur me even een e-mailtje of een berichtje. Dan help ik jullie gewoon verder. Want ja, in deze tijd is het hartstikke gezellig als we gewoon samen even kunnen knutselen, lekker kunnen stempelen, even onze gedachten kunnen verzetten. Dus ik ben hartstikke blij dat jullie mij hier bezoeken. Gezellig. Wat gaan we doen? We gaan maar in ieder geval een kerstslingertje maken. Zo'n slingertje kun je in de kerstboom hangen, cadeau geven, als een kaartje naar iemand toesturen. Ik heb dit jaar gekozen voor het thema huisjes. Beetje toepasselijk, we moeten allemaal thuis blijven. En ik kon het niet nalaten, ik heb er gewoon een mapje omheen gemaakt. Niet altijd leuk om een cadeau te geven, vooral in deze tijd. Oh ja, dit is de achterkant. Kijk, hier heb ik goud en bossingpoeder nog gemaakt. De voorkant heb ik een label opgemaakt. Dit doosje trouwens ga ik in een ander filmpje op YouTube zetten. Dan kunnen jullie dat in alle tijden terugzien, omdat er gewoon te weinig tijd voor is. Want ik heb een aantal workshops ga ik geven. Dus dan kun je dat later altijd eventjes bekijken. Dat is nooit een probleem. Nou, ik heb de binnenkant van dit doosje, ik heb een aantal huisjes gestempeld. Ik heb hier ook weer een huisje gestempeld. En daarachter heb ik een aantal labeltjes. Een aantal vlaggetjes of slingertjes gemaakt. Kijk, je kunt er natuurlijk gewoon eentje achter steken. Dan is het ook allemaal wat rustig werkje, netjes de draden weg. Maar wel super leuk om cadeau te geven. Hier heb ik ook weer een huisje gestempeld. Hier heb ik dat gedaan. Ik zal straks nog even uitleggen hoe je dat gouden lijntje eromheen doet. Dat vond ik ook erg leuk. En hier heb ik allerlei slingertjes. Dus ik zal ze eventjes laten zien. Ik heb hier zwarte gemaakt. Ik weet niet waar je van houdt. Kijk, dit is een beetje zwarte. Die leg ik even hier neer. Ik heb hier ook weer een... Oh, ik zit inmiddels onder de embossingpoeder. Ja, dat blijft natuurlijk zo. Ik heb hier ook nog even een zwarte gemaakt. Ook erg leuk. Dus die leg ik eventjes hier neer. En toen dacht ik, weet je wat, laat ik ook nog een witte maken. Dan hebben jullie gewoon een aantal voorbeelden. En je kunt ook een slingertje maken zwart-wit. Dus dan doe je een wit kaartje om een zwart kaartje. Ook erg leuk om te doen. Dit is eigenlijk heel simpel en eenvoudig. Zo klaar. En dat vind ik altijd wel leuke dingen. Moet bij mij ook allemaal niet te lang duren. Slingertjes leg ik eventjes hier neer. Wat heb ik gedaan? Ik heb jullie een aantal basiskaartjes gegeven. De kaartjes zijn 6,5 keer 13 centimeter. Die zitten bij jullie in het workshoppakket. En als ik mijn mat even erbij neem, dan zal ik jullie laten zien dat ik vrij eenvoudig deze strepen eigenlijk trek. Dus om afsnijden, dat je ook alle kanten gelijk hebt. Je bepaalt even het midden van het blad. Ongeveer zo bij mij. En dan tel ik de blokjes 1, 2, 3. En dat vind ik altijd wel handig. Neem een liniaal erbij. Kijk, dit is mijn midden. Ik heb eerst het middenpunt bepaald. 1, 2, 3 blokjes. En dan snij ik vanuit middenpunt 3 blokjes. Dat doe ik ook aan de andere kant. 1, 2, 3. En daar snij ik dan ook, oh, moet ik wel even het middenpunt hebben. Kijk, snij ik ook weer 3 blokjes. In ieder geval zo. Zet ik mijn mesje er weer langs en dan heb je je huisje gesneden. Hoeft niet heel moeilijk te zijn. Dit zijn de vaste maten. Wat heb ik nou bij deze slingertjes gedaan? Kijk, daar heb ik een lijntje omheen gezet. Vond ik gewoon wel erg leuk bij die witte. Daarvoor heb ik een liniaal gebruikt. Dat is deze. Deze liniaal heeft een heel klein randje van 2 mm. Ik heb een zwarte fijnlijner genomen. En ik trek zo even een randje. Je wisselt je kaartje. Kijk. En je maakt hem zo. En dan ben je weer klaar. En zo trek je eigenlijk heel je lijnen. Dan, als je dat klaar hebt, dan heb je eigenlijk... Ik zal even het voorbeeldje laten zien. Hier al die lege huisjes liggen. Die kun je gaan bestempelen. Het maakt niet zo fluit of je dat eerst doet met lijntjes of dat je het later trekt. Dan heb ik een malletje gemaakt om de gaatjes erin te maken. Dit malletje, die pas je gewoon op alle kaartjes toe. Dus ik trek met mijn liniaal even zo een lijn. Dan heb ik dit allemaal gelijk. En kijk, hieronder ga ik even met de gaatjestang maak ik zo mijn mal.
is een 3 mm gaatjesstang, niet te groot. 3. En dan pak ik mijn huisje. Deze leg ik erop en je kunt even met een potlood erin. En dan kun je eventjes zo een rondje trekken als je het lastig vindt om hier doorheen gaatjes te maken. Kijk. En zo doe je het straks ook op zwart papier. En dan zorg je even dat je daar je gaatje gewoon bonst straks. Dus dit is een beetje de basis, ook op het zwarte papier, om je slingertje straks te gaan rijgen. Als we het gaan rijgen, dan steek ik altijd mijn draad, ook moet altijd even denken, van voor erin en dan zo weer achterlangs. Ja? Dan heb ik nog de zijkanten van het kaartje. Heb ik nog, vooral met deze vond ik dat wel leuk, kijk, goudpoeder mee gewerkt. Daar ben ik altijd wel gek op. En dit huisje ook. Dus dat vond ik ook erg leuk om te maken. Nou, hoe doe je dat? Ik heb toevallig hier niet mijn goudpoeder bij de hand, maar wel het witte poeder. Dus we werken hier met wit poeder. Ik heb daar Vesamark voor gebruikt. Vesamark is een transparante inkt. Die kleeft een beetje. En daar blijf je goud, je wit, je andere poeder op kleven. En dan heb je nog een föhn nodig. Niet een gewone föhn, want die blaast. Dus je hebt echt deze heatgun nodig. Die laat het poeder smelten, waardoor je echt ook prachtig wit, mooi wit op zwart papier hebt. En met een stempelkussen trekt vaak dat wit weg. Dus dat vind ik nooit zo heel erg mooi. Hier heb ik met het goud gewerkt. Wat heb ik gedaan? Ik heb mijn papiertje zo in een stempelkussen gezet. En doe het echt zo, want hoe meer je zo gaat doen, hoe grover je randje wordt. En dan moet je natuurlijk zelf weten, even kijken wat je mooi vindt. Kijk, je kan het met dat witte, kan het niet zo goed laten zien. Maar met goudpoeder zie je het beter. En dan doop je hem zo in je bakje. En dan ga je dit, ga je verhitten. Ik kan het nu wel doen, maar jullie zien dat bijna niet. Dus ga ik niet doen. Ik ga het zo wel even uitleggen op een gewoon kaartje. Dus als je dit verhit, heb je zo die prachtige randjes ook hier. Zie je dat? Hoe leuk. Eigenlijk heel simpel en eenvoudig gemaakt. Nou, dan zal ik jullie laten zien wat we op het zwarte papier gaan doen. Ik heb een aantal stempels. De stempels die bij jullie in het pakketje zitten, die zijn unmounted. Dat houdt in dat jullie alleen het rubber hebben. Dit plak je op een achtergrond, dat heet AZ Mount. Dat kleeft aan deze kant en de andere kant blijft op een acrylblok kleven. Dus dan knip je je stempel uit. Het is een beetje A4 formaatjes. Plak je stempel erop, knipt het uit en je kunt hem op een acrylblok gebruiken. Zo ook deze. Mocht je daar nog vragen over hebben, stuur maar gerust even een appje of een mailtje. Ik beantwoord ze graag. Ik leg een wit papiertje eronder, omdat jullie het anders niet zo goed zien. Kijk, ik ga hier stempelen met transparante inkt. Je houdt je stempel altijd zo, want dan kun je ook zien of je alles hebt beïnkt. Met deze techniek is het wel van belang dat je goed beïnkt, want anders dan blijft je poeder zo direct niet kleven. En ik moet even een kaartje hebben. Ik denk dat ik hem met deze doe. Wat je ook zult merken, ik heb glad papier werk ik op en op een beetje structuurpapier. Daarom zoek ik even naar het papier. Als je werkt op structuurpapier, dan zul je ook zien dat je afdrukken wat minder mooi zijn dan dat je echt op heel erg glad papier werkt. Dus dat is nog een kwestie van tijd. Zal ik even uitproberen en even kijken wat je allemaal hebt. Nou kijk, ik heb hier de kerstboom gestempeld met de transparante inkt. Dat zie je niet heel erg goed. Ik doe mijn poeder in een bakje van de Chinees of een ander bakje. Omdat ik dat heel lastig vind als ik het elke keer weer moet teruggooien in mijn potje. Nou, dan is het een kwestie van heel goed afkloppen. Alles wat je namelijk hier hebt staan, wat je gaat verhitten, dat blijf je zien. En dat wil je niet. Dus ik pak hier een droge penseel bij. En met die droge penseel, kijk, ga ik dit allemaal weghalen. En het is wel even een klusje. Zorg inderdaad ook dat je niet het gestempelde weghaalt. Ik moet me even concentreren. Kijk. Ik vind het altijd wel een werkje. Als je dit nou echt heel vervelend vindt, dan kun je ook altijd zo'n static zakje kopen. Dat is een zakje met magnesium. Die haal je voordat je gaat stempelen even over je werk heen. En dan is ook heel vaak is het gewoon al weg.
heb je geen extra dingetjes en borstelpoeder. Zorg inderdaad dat je handen schoon zijn op het moment dat dat niet zo is. Je hebt vette vingers, blijft er ook alle poeder op kleven. Nou, dan klop hem zo nog wat extra af. Ik ben zo wel tevreden. Ik heb hier al wat extra in zitten wat ik niet heb weggehaald. Ben je echt heel kritisch, moet je dat gewoon doen. Maar ik ga toch straks met wit inkleuren, dus dan valt het niet heel erg op. Ja. Deze ga ik verhitten. Je ziet het oplichten nu. Ik kan er niet bij praten omdat het heel veel herrie is. Maar als je goed kijkt, dan zie je dat het poeder smelt en dat het gewoon steeds witter gaat worden. Dus let maar eventjes op. Zagen jullie het gebeuren? Poeder werd een beetje wit, ging smelten, kwam omhoog. Het is ook een laagje wat erop ligt. Nou, nu kun je ook zien waarbij je hier, kijk, alle extra stukjes hier zie je, witte puntjes, had ik eigenlijk weg moeten halen. Heb ik niet gedaan. Ik heb hier een wit potlood. Met dit witte potlood, dat is aquarel potlood, heb ik een beetje water erbij. Vind ik het wel leuk om wat accenten te geven en in te kleuren. Waar je even naar moet kijken. Kijk, ik heb hier bij het slingertje ook. Heb ik bijvoorbeeld. Ja, je kunt het niet doen. Je kunt het wel doen. Je kunt er ook omheen werken. Dus dat je niet de stempel kleurt, maar eromheen. En ik ben altijd zelf helemaal gek op dit autootje. Want dat vind ik ook zo leuk. Maar ja, ik kan niet alles maken in een workshop. Dus ik denk, ik wil het jullie toch laten zien. Kijk eens hoe leuk zo'n heel slingertje. En daar hebben we bijvoorbeeld weer om het autootje ingekleurd. Dus dat zou je ook kunnen doen met een witte stift. En ik kleur nu in de kerstboom, maar je kunt ook om de kerstboom kleuren. Hartstikke leuk. Ik zal als eerste laten zien wat er gebeurt als je met, kijk, deze stift gewoon inkleurt en hoe dat er een beetje uitziet. Hier heb ik geen aquarel gebruikt. Of geen water bedoel ik. Ik heb op zich niet de aquarelstift benut. Zou je ook altijd later nog met een kwastje kunnen doen. Kijk, en nou ga ik hem in mijn water dopen. En zie je wat er gebeurt? Nou verloopt het. Het lijkt gewoon wel bijna verf. Dus je moet even kijken. En dan kun je zelf invullen wat je het mooiste vindt. Ik vind het altijd wel leuk om hier een beetje mee te spelen. Nou, je hoeft ook niet je hele boom helemaal wit te doen. Het is ook wel leuk als je gewoon wat zwart er doorheen ziet. Kijk. En misschien, dat heb ik nog helemaal niet geprobeerd, maar... Kan je thuis misschien ook wel eventjes doen. Moet je met een iets fijner kwastje werken. Je kunt er altijd misschien, kijk, als je met een kwastje, kan ook nog met een kwastje even eroverheen gaat. Zie je dat? Kun je ook gewoon, vind ik ook nog wel mooi. Ik vind dit is eigenlijk vrij grof. Ik vind dat, ik hou altijd van wat fijner werk. Maar ik zou wel wat zwartje tussen laten, want dan leeft het gewoon wat meer. Anders wordt het allemaal zo pompeus. En nou zie je ook, ik heb hier een zwart of een rood randje. En je ziet hier wat rood er doorheen. Zorg inderdaad dat je materiaal wel goed schoon is, als je ermee werkt. Zie je hoe leuk het eigenlijk is. Heel snel, simpel en eenvoudig gemaakt. Nou, die kleur je ook. Dan ga je straks met je malletje gaatjes erin maken. En dan neem je je slingertje. En dan ga je dit even allemaal achter elkaar rijgen. Deze kan weer hier eraan. Wat misschien wel leuk is, als je er gewoon drie stempelt. Ik zou drie soorten stempelen. En dan herhaal je die andere drie soorten weer. Zo heb ik dat eigenlijk steeds gedaan. Dus dan heb ik dat ook hier met dennenboom gedaan. En wat ook leuk is om die dennenboomtekst. Kijk, ik heb hem hier helemaal gedaan. Maar het is ook leuk om hem gewoon bijvoorbeeld hier tot de helft te gebruiken. Of je stempel een keer zo dwars neer te zetten. Ik heb hier, ik ga hem even pakken. Kijk, die dennenboom gewoon is tot de helft gebruikt. En je kunt hem een keer zo nog het laatste stukje stempelen. Ook altijd leuk. Kerstboompjes kun je ook tot de helft stempelen.
Dus we hebben hem hier middenop. Maar ook leuk om hem hier te doen en bijvoorbeeld op deze weer te laten doorlopen. Dus eigenlijk zijn er zat ideeën en mogelijkheden. Nou, ik wens jullie heel veel plezier met het maken van deze slingertjes. Ik ga jullie online nog eventjes vertellen en dan wat jullie eigenlijk allemaal nodig hebben. Ik heb dat hier ook nog eventjes opgeschreven. Jullie kunnen het patroontje bij ons op de website downloaden. Doe het niet in het winkelmandje alsjeblieft. Er zitten een paar tabbladjes bladen bij en dan kun je gewoon op downloaden klikken. Dan krijg je het patroontje. En ik zal zorgen dat er nog een beschrijving bij zit. Nou, en als ik jullie gewoon nog verder kan helpen, ik hoop het heel graag. En ik hoop dat jullie hele mooie dingen maken. En dan zie ik jullie misschien wel online terug of telefonisch of ik weet het niet. Nou, wens ik jullie nog heel veel plezier op de Creëerdoel. En tot de volgende keer.